In het holst van de nacht dringt de overvaller het huis aan de stille Juliana van Stolberglaan binnen. Hij sluit de twee dames die hij aantreft, 66 en 69 jaar oud, op in de kelder en doorzoekt het huis. Bijna niemand in de buurt heeft er iets van gemerkt. Nee, we hebben niks gemerkt. Ik heb alleen gemerkt dat er opeens politie was. Ik denk, wat komt er nog veel licht naar binnen? Ik moest toevallig naar het toilet. Ik, daarvoor slapen we. Dus ik denk, oh. Maar mijn vrouw wel. En wat heeft hij ervan meegekregen? Die hoorde een alarm afgaan. En die dacht in eerste instantie dat de auto van de buren was. En toen ze buiten keek, toen ging die weer af. En toen werd het rustig. En toen is ze zonder naar de klok te gaan kijken weer gaan slapen. Nou, daar word je wel ongerust van natuurlijk. Want je weet ook nooit of het ook niet bij jou kan gebeuren. We hebben een camera. Ja. En daar zagen we in eerste instantie een, om kwart voor twaalf een donkere SUV langskomen. En daarna fietsers. En daarna niets meer. Dus we hebben geen idee. Maar het is dus niet de eerste keer dat zoiets gebeurt in de buurt? Nee, nee als, het, als hier weer zoiets gebeurt, dan is het de tweede keer. En uh, ja, dan gaan de mensen gaan natuurlijk toch uh, twijfelen: van, uh, hoe is het eigenlijk met onze veiligheid hier gesteld? U heeft camera's, ook niet voor niks. Exact, exact. Hier, hierom, om ja. deze om te voorkomen. Ik heb niks in huis, maar ik wil geen slachtoffer worden van mijn, uh, van mijn eigen spullen. De dames weten vanuit de kelder de politie te alarmeren. De overvaller vlucht via de achterkant naar een wandelpad. De politie kan de voetstappen van de vluchter lange tijd in de sneeuw volgen. Toch ontkomt de dader. De dames zijn ongedeerd, maar erg geschrokken. De politie zoekt getuigen.